Hallo, leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Mijn naam is Lau Veenstra. Ik ben een eerstejaars natuurkunde en sterrenkunde student in Leiden. Vanwege het coronavirus kunnen wij de experimenten nu niet op de universiteit doen, maar moeten we ze thuis doen. Ik ga jullie vandaag even meenemen door mijn opstelling heen. Mijn opstelling is een interferometer. En wat ik hier in al deze Lego-zooi heb gedaan, is een lichtbundel splitsen, of een laserbundel in dit geval, splitsen in twee paden en die weer bij elkaar brengen. En daar kunnen we vervolgens allemaal metingen mee gaan doen. Om te begrijpen waarom je dit nou eigenlijk zou willen doen, even kort een klein stukje theorie. Een interferometer maakt gebruik van het feit dat licht bestaat uit golven. En het handige van golven is dat je ze op kan tellen. Dus stel ik heb hier nou een golf. En ik ga daar een tweede golf bij optellen. Die op hetzelfde moment een piek en een dal heeft. Dan gaat dit heet constructieve interferentie, omdat het een grotere golf als gevolg heeft. De andere variant is op het moment dat ik weer twee golven heb. Maar nu, als de een een piek heeft, heeft de ander een dal en andersom. Deze twee, die zullen met elkaar destructief interfereren. Dus deze plus en deze min, die cancelen elkaar uit. En dat gebeurt overal, dus uiteindelijk krijgen we een lijn. Waardoor je dus niks hebt. Dus dat zie je ook met de interferometer. Op het moment dat je het licht als golf positief bij elkaar optelt, dus constructief, dan krijg je een felle plek. En op het moment dat je destructief bij elkaar optelt, dan zie je geen licht. Dat ga ik jullie nu even laten zien. Oké, nu duidelijk is wat je nou eigenlijk kan met een gesplitste lichtbundel, dus interferentie doen, gaan we even kijken naar hoe we dat precies aanpakken. Dat is waar deze hele Lego-zooi van pas komt. Om er dus voor te zorgen dat je die twee aparte lichtpaden krijgt. Je ziet hier aan de linkerkant, of in het midden inmiddels, de laserpointer. Die laserpointer die schijnt op een plaat glas. En glas is ontzettend goed in het doorlaten van licht. Dat is ook waarom je er doorheen kan kijken. Maar er is ook een klein gedeelte dat reflecteert. Dat merk je ook wel 's avonds op het moment dat het binnen licht is en buiten donker. Dan kun je jezelf zien in het glas. Nou, dat maken we hier ook gebruik van. Het licht dat reflecteert, dat gaat door de piepschuime doos door het gat. En het licht wat er doorheen gaat, dat gaat gewoon er doorheen en dat komt hier terecht. Hier komt het terecht op de achterkant van een telefoon. Dat is misschien een beetje gek, maar het logo wat er hierop zit, bleek heel erg geschikt te zijn als spiegel. Omdat er namelijk geen glasplaatje voor zit waar ook nog weer dingen aan gaan reflecteren, zoals bij een badkamerspiegel wel het geval is. Bovendien zijn ze redelijk groot en gewoon heel erg mooi recht. En tot slot zijn ze heel hoekig. En dat hoekige maakt ze vooral heel erg geschikt, omdat je ze dan netjes in kan bouwen in Lego op een draaibaar statiefje. Dus je ziet nu ook, dat ik vrij precies de plek van de bundel kan aanpassen door aan het statiefje te draaien. Nou goed, genoeg over die spiegels. Dan gaat het vanuit de spiegels weer door naar de tweede plaat van glas, waar weer dus een deel gaat reflecteren en een deel er doorheen gaat. Het gereflecteerde deel zie je daar. En het gedeelte wat er aan de andere kant doorheen gaat, dat zie je niet. Omdat er hier een lensje staat. Dus dat lensje dat gaat hem uitvergroten, maar daardoor wordt hij ook wat minder helder. Als ik nu even het gordijn dicht doe, dan zie je hem opeens op de muur zitten, de stippen. En je ziet nu ook mooi, op de tweede glasplaat zie je dat er mooi één stipje zit. Dat ene stipje dat is dus zowel het stipje van die, als het stipje van deze bundel. Dus, beide bundels op dezelfde plek hier. Eén stip op de muur, beide bundels op dezelfde plek daar. Dus allebei de bundels die lopen dat volledige pad met elkaar mee, waardoor ze met elkaar gaan interfereren. En om nou even te laten zien wat je hier nou daadwerkelijk aan kan zien, zal ik jullie even op een statiefje zetten. Zo. Hapske. Even inzoomen. Yes. Nou, wat je nu ziet is, je ziet dat het beeld een klein beetje lijkt te trillen. En als ik nou een klein beetje aanpas, door weer aan het spiegeltje te draaien, dan zie je dat er allemaal strepen in beeld komen, aan de linkerkant. En die strepen die trillen ontzettend hard, omdat ik hier nu door de ruimte heen loop. En deze interferometer is dus zo gevoelig, dat je het lopen van iemand door de ruimte al heel snel kan meten. Even deze ietsjes handiger neerzetten. Zo.
Yes. Nou, en die strepen, dat is dus het effect van interferentie tussen de twee lichtgolven. Dus de lichte plek is waar ze constructief interfereren, de donkere plek is waar ze destructief interfereren. En waar ik nu mijn onderzoek naar heb gedaan, dat is naar wat nou het invloed is van temperatuur op de golflengte van licht. Want als je nou op een klein stukje de golflengte van het licht gaat aanpassen, door bijvoorbeeld temperatuur omlaag te doen door er een koelblok in te gooien, dan verandert de golflengte, waardoor dus ook een soort interferentie gaat veranderen. Dus waar eerst constructief was, wordt het misschien destructief. Wat je dan gaat zien, is dat de plekken van de strepen gaan veranderen. Ik heb nou afgelopen kwartier of zoiets in die piepschuime doos die er te zien was, in de opstelling, had ik een koelblok liggen. Waardoor dus een van de twee paden van het licht gekoeld werd. Als ik dit blok er nu uithaal, dan gaat die doos weer opwarmen. En wat je nu hopelijk gaat zien, is dat die strepen gaan lopen. Dus die strepen die gaan nu bewegen. Als ze stoppen met trillen. Dus je ziet dat ze nu een beetje gaan lopen. Je merkt ook dat zodra ik ga praten, dan verdwijnen ze weer. Kortom, met zo'n interferometer kan je dus heel kleine verschillen in golflengte van licht meetbaar maken. En ik ga dus proberen om temperatuursafhankelijkheid van de golflengte van licht te bepalen met behulp van een zelfgebouwde Lego interferometer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden naar deze demonstratie van hoe je met vrij rare middelen toch best wel een nauwkeurige opstelling kan bouwen. Nu tot slot nog even hoe ik daadwerkelijk nou mijn metingen doe. Want hoe meet je nou tegelijk de temperatuur en de lichtintensiteit en hoe al die strepen voorbij komen en zo? Nou, daarvoor heb ik dit apparaatje. Dit is een Arduino. En die Arduino die heb ik met deze hele kabelbende aangesloten aan vooral die twee lange witte snoeren. En dit lange witte snoer zit vast aan een lichtsensor in het midden van het witte papiertje. En het andere witte snoer dat zit vast aan een temperatuursensor die midden in die piepschuime doos zit. Mocht je trouwens afvragen waarom er een zak rijst bovenop die piepschuime doos ligt, dat is dat die wat steviger staat, want piepschuim op zich is vrij licht. Dus dat gaat alle kanten op als je er niet iets zwaars op legt. Maar goed. En als ik nu wil gaan meten, dan moet ik het donker maken en dan gooi ik mijn laser aan en zo. En dan kan ik de meting beginnen door op dit knopje hier te drukken. En dan zie je dat mijn computer getallen uit begint te spugen. Waar aan de linkerkant de lichtintensiteit staat en aan de rechterkant de temperatuur. En dat kan ik dan, ik meet hem nu met 100 metingen per seconde. En dat meet ik dan gedurende een bepaalde periode dat de temperatuur verandert in die piepschuime doos. Uiteindelijk kan ik daar dan plotjes van maken en dan kan ik op die manier kijken wat de invloed is van temperatuur op de golflengte van het licht. Als ik dan weer genoeg heb van het meten, dan kan ik op het andere knopje drukken en dan stopt hij met meten. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuk inkijkje vonden in de manier waarop wij nu thuis experimenten doen. En hoe je dat dus aan kan pakken dat je toch nog iets best leuks neer kan zetten. Dank jullie wel voor het kijken.